Mijn naam is Rati van Manuel. Ik is van Rijbensmied en ik is een huisvrouw. Verouder David, ze heeft voor mij ingeschreven. Maar ik is haar tante. Toen zei ze voor mij, ik ga nu op jou inschrijven bij optiek. Toen zei ik, ik belang al zo lang al een paar brillen. En toen begon ik te huilen. Het was voor mij joyful. Verouder David is mijn rolmodel. Zij zal altijd goed doen voor andere mensen. Asipe, sal jy gou vir mevrou Manuel help net met 'n nuwe raam? Onthou, sy het 'n baie hoë minusvoorskrif, omtrent -12. So ons sal moet iets plastiekies wat lekker dik is aan die kant om net 'n bietjie haar lens weg te steek. OK. Daai raam, sy tyd is verby. Hy hoort in die asblik mevrou Manuel. So ons gaan vir jou splinte nuwe een kies, né? OK, kom maar, ons kyk. I'm so excited, but I just can't hide it. I don't want to lose control, but I think I like it. My glasses when I've got it on. Radifa, daar is daar min mense wat 'n bril verdien soveel soos jy, né? Is jy opgewonde? I'm more than excited. I don't have any words to describe it. It feels like my first Christmas present. Really. Was ek nou Kersvader? Ja, jy maak dit spesiaal vir my voor die tyd. Jy verdien hierdie nuwe bril. Baie baie dankie. Al af hy ou een. Sy daar is verby. Wow. Yo, dis baie looks like mooi. A Colgate smile brighter than ever. Ben ek heil? Nee, nie heil nie. Dan gaan ek ook heil. Prachtig. Ai, joh. Dat lijkt baie mooi, hoor. Baie, baie dankie. Wat gaan ons met ou bril doen? Ben ek op my gooi? Het is tijd. Ek gaan trap, jy gooi. Tot ziens. Ek wil net voor optiek, optometrist, baie dankie sê. Want die oomblik vir my so spesiaal gemaakt. Baie dankie.